gaan we naartoe, mama? We gaan Boris bier ophalen. Hoera! Boris maakt me altijd aan het lachen. Maar we gaan de verkeerde kant op. Het huis van Boris is die kant op. Maar vandaag gaan we Boris ophalen uit het ziekenhuis. Het ziekenhuis? Ja. Die arme Boris viel vanmorgen uit een appelboom en heeft zijn arm gebroken. Is Boris gebroken? Oh nee! Kom maar, Nijntje. Laten we gaan kijken op welke kamer Boris ligt. Nijntje, ga je niet op bezoek bij Boris? Jawel, maar... ik denk niet dat ik de goede jurk aan heb. Maar je ziet er prima uit, Nijntje. Je hoeft geen nette kleren aan als je op ziekenbezoek gaat. Echt niet? Nee, dus je kunt nu naar binnen gaan. Goed. Prima. Nijntje, is er misschien een andere reden waarom je het ziekenhuis niet in wilt gaan? Ja. Ik vind Boris zo leuk. Maar ik wil niet zien dat hij gebroken is. Oh, Nijntje. Kom je niet binnen, Nijntje? Jawel. Maar ik heb geloof ik buikpijn. Oh ja? Misschien moet je dan ook even naar de dokter, Nijntje. Ah, daar komt er net een aan. Hallo. Hallo, dokter. Wij komen op bezoek bij Boris Beer. Oh ja, Boris. Ik ging net naar hem toe. Deze kant op. Nijntje vindt ziekenhuizen maar niks. Dat is ook jammer. Want ik heb dringend een assistent nodig om me te helpen bij een paar belangrijke taken. Oh, ja, dat wil ik. Alsjeblieft. Ik wil graag helpen. Oh, Nijntje. Hallo, Boris. Kijk eens wie er mee is. Hallo, Nijntje. Je komt me opzoeken. Boris! Je ziet er niet gebroken uit. Gelukkig maar. Doet je arm veel pijn? Wel toen ik uit de boom viel. Maar wij maken hem weer beter. Waar ga je heen, Nijntje? Wat zoek je? Waar is het gebroken stukje? Het gebroken stuk zit ingepakt in dit harde gips. Dat beschermt het gebroken bot. Oh... dat had je om moeten doen voordat je in die boom klom, Boris. Jij bent veel slimmer dan ik, Nijntje. Ons belangrijkste werk is dat onze patiënten goed verzorgd worden. Wil jij me helpen? Natuurlijk. Ik help graag. Oh, dank je, Nijntje. Wil je een druif? Ja, graag. Kijk, Boris. We hebben een klustijdschrift voor je meegenomen om te lezen. Oh, bedankt. Daar ben ik dol op. En nog meer druiven. Oh, Nijntje, jij kan Boris helpen met het omslaan van de bladzijden. Ik help hem al met al de druiven. Je bent een uitstekende helper, Nijntje. Weet ik. Het is ook belangrijk werk. Dokter Nijntje, wil je me nu helpen om te kijken of Boris alweer naar huis mag? Dokter Nijntje staat klaar. Dokter Nijntje staat al klaar. Heb je koorts? Vertel het maar. Iets gebroken? Heb je pijn? Ik maak je beter, dat is fijn. Ben je ziek? Ik hoor het graag. Dokter Nijntje komt vandaag. Ben je ziek? Ik hoor het graag. Dokter Nijntje heeft dienst vandaag. Goed nieuws, Boris. Je hoeft niet meer in het ziekenhuis te blijven. Oh, fijn. Dank u, dokter. Sorry, dokters. Geef niks, hoor. Rust goed uit en probeer die arm niet te stoten de komende tijd. Dat zal ik proberen, maar ik ben nogal onhandig. Tot ziens. De volgende keer dat je in de appelboom klimt, moet je voorzichtiger zijn. Dat wilde ik net gaan zeggen. Kijk, Barbara. Boris is weer heel. Ik heb geholpen met heel maken. Gaat het al wat beter, Boris? Veel beter. Dankzij al mijn bezoek en de dokters natuurlijk.
Vooral dokter Nijntje. Hier word je vast ook vrolijk van. Een heerlijke grote tros druiven. Nog meer druiven. Fruit is heel goed voor je. Oh, zo is dat, dokter Nijntje. 1 appel per dag zorgt dat ik lach. Ja, behalve als je uit een appelboom valt. Kom, we gaan je naar huis brengen. Oh, moet dat echt? Ik vind ziekenhuizen leuk. Misschien kunnen we nog een keer terugkomen als jij een echte dokter bent. Oh, dokter Nijntje, hoe gaat het met u? Zouden ze het erg vinden als ik die rolstoel gebruik? Je hebt geen rolstoel nodig met een gebroken arm, Boris. Het is niet voor mij, maar voor alle druiven. Boris. Ik ga wel, mama. Goedemorgen, meneer de postbode. Goedemorgen, Nijntje. Ik heb een aanzichtkaart voor jou. Voor mij? Dank u. Mama, mama. Kijk, de postbode heeft de kaart bezorgd. Wat spannend. Laten we kijken naar het plaatje en raden van wie die is. Die berg ziet er hoog uit, met veel sneeuw. Nu weten we nog niks. Wat staat er op de achterkant? Oh, hij is van oom Vliegenier. Oom Vliegenier? Hij is daar vast een keer naartoe gevlogen. Nee. Lieve Nijntje, ik ben naar veel landen op ontdekkingsreis geweest. En ik heb onderweg al heel veel gezien. Maar deze berg was de grootste en de koudste. Brrr. Veel liefs, oom Vliegenier. Wat aardig dat oom Vliegenier een kaart heeft gestuurd. Waarom stuur je er niet eentje terug? Dan kan je hem vertellen over al jouw spannende avonturen. Maar ik beleef helemaal geen spannende avonturen. Niet zoals oom Vliegenier. Jawel hoor. Ik help wel met schrijven als je dat wilt. Oh, ja graag. Maar ik heb geen aanzichtkaart. Alsjeblieft. Oeh. Koop maar een mooie in de winkel van Barbara. Dan kunnen we hem samen schrijven. Bedankt, mama. Tot straks, Nijntje. Waar ga je naartoe, Nijntje? Ik ga naar de winkel van Barbara om een aanzichtkaart te kopen voor oom Vliegenier. Wat een goed idee. Wat ga je erop schrijven? Dat weet ik niet. Oom Vliegenier kan altijd over spannende dingen schrijven. Maar ik niet. Nou, ik weet zeker dat je iets zult bedenken. Ik hoop het. Ik ben al bijna bij de winkel. Hallo, Barbara. Nijntje, wat kan ik vandaag voor je doen? Ik wil graag een spannende aanzichtkaart kopen. Een spannende aanzichtkaart? Goed, laten we maar eens gaan kijken. Hier staan ze. Oh, nee. Wat is er, Barbara? Hier horen de aanzichtkaarten te staan, maar ze zijn op. Oh, nee. Het geeft niet. Ik denk dat ik erachter nog een paar heb liggen. Pas jij even op de winkel als ik ga kijken? Ik? Op de hele winkel passen? Het zal niet lang duren. Het lukt je vast wel. Ik zal mijn best doen. Dat weet ik. Ik zie je zo, Nijntje. Ja. Welkom in Nijntjes winkel. Kan ik u helpen? Hallo, Nina. Nijntje. Hallo, Knorretje. Welkom in mijn winkel. Wat doe je achter de toonbank? Ik pas op de winkel voor Barbara. Wat kan ik vandaag voor jullie doen? Ik wil graag 2 wortels, alsjeblieft. Deze kant op. Yummy. 2 wortels. Dat is dan 2 muntjes, alsjeblieft. Bedankt, Barbara. Oh, ik bedoel Nijntje. En wat wil jij hebben, Knorretje? Ik wil graag 1 van deze, alsjeblieft. Oké. Oh, die is erg plakkerig.
Lekker, dank je. Kom gauw eens terug in Nijntjes winkel. Dag, Nijntje. Sorry dat het zo lang duurde, Nijntje. Ze lagen helemaal achterin. We hadden klanten. Oh ja? En heb jij ze helemaal alleen geholpen? Goed gedaan, Nijntje. Laten we nu een spannende aanzichtkaart voor je uitzoeken. Deze. Nijntjes winkel. Oh, ik bedoel jouw winkel. Je hebt zo goed op mijn winkel gepast dat je de kaart voor niks mag hebben. Oh, dank je, Barbara. Dag. Dag, Nijntje. Kijk, mama. Ik heb een aanzichtkaart. Het is een foto van de winkel van Barbara. Goed zo. En heb je ondertussen bedacht wat je erop wilt schrijven? Nee, ik had het zo druk, ik ben het vergeten. Druk? Hoezo? Wat heb je dan gedaan? Nou, ik ging naar de winkel, maar Barbara had geen aanzichtkaarten meer. Dus ging ze die zoeken. En toen moest ik op de hele winkel passen. Helemaal alleen. En ik heb dingen verkocht aan Nina en Knorretje. En er bleef een gebakje aan mij vastplakken. Kijk zo. En toen kreeg ik van Barbara de aanzichtkaart voor niks. Om me te bedanken. Oh, rustig aan. Ik hou het niet bij. En kijk, de aanzichtkaart is al vol. Ik had dus toch een heleboel spannende dingen om over te schrijven. Oh, ik heb nog meer aanzichtkaarten nodig. Dan kunnen we ook een sturen naar oma en opa en tante Trijn. Nijntje, als ik die allemaal schrijf, valt mijn arm eraf. Nijntje? Dit is mijn knuffel, Aapje. Kijk, hij kan ronddraaien. Zie je wel? Oh. Leuk hoor, Nina. Dank je. Knorretje, nu mag jij je speelgoed laten zien. Oh, fijn. Dit is Kwaki de Eend. Ze doet kwaak. Oh, mijn krokodil doet hap. Wil je dat laten zien, Daan? Oh. Kijk. Hij is mooi, hè? Wat een prachtige krokodil, Daan. En ook een mooie kwaakeend, Knorretje. We hebben tijd voor nog één knuffel. Wat heb jij meegebracht, Nijntje? Mijn beer natuurlijk. Hij houdt van dansen. En springen. En van knuffelen. Oh, ik kan wel zien dat jij heel veel van je beer houdt, Nijntje. Goed, deze speelgoeddag op school is nu afgelopen. Tijd om naar huis te gaan. Stop je speelgoed maar weg en ga dan maar je jas pakken. De tas van Daan mee naar huis genomen. En dan heeft Daan de jouwe. Geeft niet, jullie kunnen morgen weer ruilen. Morgen? Maar dan ga ik mijn beer missen. En Daan zal zijn krokodil missen. Dat is waar. Ik zal op de krokodil van Daan passen en dan mag hij op mijn beer passen. Zo mag ik het horen. Ik vraag me wel af hoe je voor een krokodil moet zorgen. Je moet hem knuffelen. Oeh! Hij prikt een beetje. Misschien houden krokodillen niet van knuffelen. Maar waar zouden ze wel van houden? Dat gaan we uitzoeken, krokodil. Wat ben je aan het doen, Nijntje? Ik ga een stukje wandelen met krokodil. Maar hij past er niet in. Ik geloof niet dat krokodillen wandelen in een wandelwagen, Nijntje. Huh? Oh! Krokodil hoeft niet in de wandelwagen. Hij heeft zijn eigen wielen.
Zo, klaar, krokodil? Hop, kom maar. Hop, hop, hop. Kijk, krokodil, dit is de bank. Die zit heel lekker. Hop, hop, hop. En dit is tante Trein. Ze heeft een mooie jurk aan. Vind je ook niet? Hop, hop, hop. Oh, hallo, Nijntje. Wie is dit? Dit is krokodil. Ik pas op hem voor Daan. Leuk om je te ontmoeten, krokodil. Ik heb net even met hem gewandeld. En nu heeft zij heel veel honger. Zo, dan is het maar goed dat het etenstijd is. Mmm. Hou je niet van wortels, krokodil? Misschien houdt hij wel van erwten. Oh! Nee, hij houdt ook niet van erwten. Hé, hey, hij houdt toch wel van erwten? Inderdaad. Zo, dat is een mooie deken. Sst, krokodil slaapt. Oh ja, hij heeft een drukke dag gehad. Je hebt erg goed voor hem gezorgd. Mwah. Slaap lekker, Nijntje. Dag, mama. Slaap lekker, krokodil. En slaap lekker, beer, in het huis vandaan. Nou? Daan! Hoi, Nijntje. Kijk eens! Krokodil! Jij had hem! Ik heb goed voor hem gezorgd. We hebben een wandeling gemaakt en ik heb hem erwten gegeven. Dank je, Nijntje. Hij houdt niet van wortels, maar wel van erwten. Echt waar? Dat wist ik niet. Mag ik beer nu terug hebben? Ik heb je beer niet. Dat is mijn beer niet. Nee. Het is de kwaakeend van Knorretje. Maar waar is mijn beer dan? Nijntje, Daan. Kwaakie. Hallo, Kwaakie de eend. Maar waar is mijn beer? Hier natuurlijk. Oh, beer. Ik heb je zo gemist. Ik heb heel goed voor hem gezorgd, hoor. Dank je wel, Knorretje. Dat is lief van je. Geen probleem. Ik vond het leuk om op beer te passen, maar ik hou het meest van Kwaakie in. Hij houdt ook van jou. Kom mee! Kom mee, krokodil. Kom mee, Nina. Hop, hop, hop. Ik dacht dat het gisteren speelgoeddag was. Knorretje. Hallo, Nijntje. We gaan zo naar de heuvel om te vliegeren. Kom met ons mee. Woehoe. Ja, leuk. Wacht, dan haal ik even mijn vlieger. Schiet op, Nijntje. Ik wil meteen gaan. Wee. Gaan jullie maar vast. Dan kom ik zo. Voordat Knorretje de lucht in gaat. Kom op, schiet nou op. Tot straks dan, Nijntje. Tot straks. Dag. Hallo, Nijntje. Waarom heb je zo'n haast? Nina en Knorretje gaan naar de heuvel om te vliegeren. Ik ga er ook naartoe. Oh, dat klinkt leuk. Aha. Oh, hij zit vast. Niet te hard trekken, Nijntje, anders gaat hij kapot. Oh, nee. Nu is hij kapot. Hij is niet helemaal kapot. Het papier is niet kapot. Alleen het ene stokje. Als ik een nieuwe stok kan vinden, kan ik hem misschien maken. Mama, mama. Mijn vlieger is kapot en ik heb een stokje nodig om hem te maken. Je hebt geluk, Nijntje. Ik heb hier een paar stokjes. Die is wel erg dun. Ja, dat is zo. Ik denk niet dat deze stok sterk genoeg is voor een vlieger. Je kan er papieren bloemen mee maken, zie je wel? Wauw, die zijn mooi. Ze zijn bijna af. Ik moet er alleen nog een lint om binden. Welke vind jij het mooiste? Deze. Weet je, toen ik de stokjes ging kopen, kocht Betje Big ook stokjes. Misschien kan zij je helpen. Oh,
Bedankt, mama. Ik ga het meteen vragen. Succes, Nijntje. Ja, prachtig. Hallo, Betje. Hé, hallo, Nijntje. Ik maak net een plantensteun voor mijn snijbonen. Betje, ik heb een stok nodig om mijn kapotte vlieger te maken. Mag ik deze gebruiken? Natuurlijk. Hij is te zwaar. En als hij te zwaar is, kan de vlieger niet omhoog. Wat jammer, Nijntje. Maar ik ken iemand die heel goed dingen kan repareren. Misschien kan hij je wel helpen. Oh ja, natuurlijk. Boris. Bedankt, Betje. Dag, Nijntje. Boris, help. Hoi, Nijntje. Mijn vlieger is kapot en ik heb een stok nodig om hem te maken. Ik kom zo bij je. Ik probeer net een jakkes. Ik zal je helpen. Fantastisch. Bedankt, Nijntje. Zo. Een vliegerstok, alsjeblieft. Bedankt, Boris. Oh, nee. Hij is te kort. Oh. Het spijt me, Nijntje. Maar ik heb geen andere stokjes. Niemand heeft de goede stokjes. Zo kan ik nooit mijn vlieger maken. Maak je geen... Oh, wacht even. Maak je geen zorgen, Nijntje. Nijntje? Waar ben je gebleven? Oh, nee. Hé, ik vraag me af... Wat is er, Nijntje? Ik kon mijn vlieger niet maken. Oh, wat jammer, zeg. Kijk, de vliegers dansen. Oh, het is zo leuk om naar te kijken. Ja, wat is er leuker dan naar vliegers kijken? Naar vliegers kijken met mijn vrienden. Nina, Knorretje, ik kom eraan. Nijntje, dat duurde lang. Oh, wat is er met je vlieger gebeurd, Nijntje? Hij ging kapot. Ik probeerde hem te maken, maar het lukte niet. Hier, je mag wel even met de mijne vliegeren. Nee, nee. Hier is de mijne. Nee, de mijne. Hier. Hier. Daar ben ik weer, Nijntje. Kijk, daar is Boris. Hoi, Boris. Je hebt me zo goed geholpen met mijn lampenkap, dat ik een verrassing voor je heb gemaakt. Wat is het? Het is een vlieger. Hij is gemaakt van het materiaal dat ik over had van de lampenkap. Oh, dank je, Boris. Hij is wel slap. Ja, dat komt omdat het een speciale vlieger is die geen stokken nodig heeft. Geen stokken? Maar hoe kan die dan vliegen? Wacht maar af. Klaar? 1, 2, 3, nu! Oh, oeh. Hij vliegt zonder stokken. Ja, geweldig, hè? Wauw, dat is te gek. Moet je kijken. Hier, Nijntje, mag ik ook een keer? Nee, ik eerst. Boris! Hallo, Nijntje. Hallo. Zo te zien wil je zo snel mogelijk naar huis. Ja, het was de laatste schooldag vandaag. En papa zei dat hij voor mij en mijn vriendjes een verrassing heeft. Oh, wat dan? Dat weet ik niet. Daarom heb ik zo'n haast. Wauw, een springkussen. Wat een fijne verrassing. Dank je, papa. Oh, graag gedaan, Nijntje. Oh, ik kan niet wachten om erop te gaan en te laten zien hoe het werkt. Ik zal jou even voor laten gaan. Het is moeilijk om erop te lopen. Wow, het wiebelt heel erg. Maar het doet geen pijn als je valt.
stuit hij je gewoon weer overeind. Ja! Wow, goed zo, Nijntje. Op en neer, op en neer. Boy, dit is te gek. Boy, 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 spring maar lekker hoog. Boy, 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 tot aan de regenboog. Oeh, oh, je zult wel dorst hebben na al dat drukke gespring. Toch? Kom maar wat drinken halen. Oh, goed idee. Oh, ja. Hij veert wel heel erg goed, hè? Misschien dat ik ook even een poging... Oh, wauw! Hoi, Nina. Hoi. Heb je ook zin om te springen? Ja. Kom maar, Nina. Ah. Prima. Boy. Misschien kan ik straks wel even. Ja. Ik weet wat. We gaan samen springen. 1, 2, 3. Boing. Ja, dat is... Boing. Dat boing. Lijkt me heel erg leuk. Boing. Kijk eens, papa. 1, 2, 3. Wee. Ja! 1, 2, 3 en op je billen. Ja! Oeh, ik krijg net een geweldig idee. Zullen we nu met z'n drieën gaan springen? Hm? Oh, dat is zeker een goed idee. Ja. Maak plaats voor Knorretje. Hoera! Oh, er staat al drinken klaar. Waarom staat er een verbanddoos? Oh, ja, voor het geval iemand zich bezeert. Oh. Niet bang zijn, Knorretje. Het doet geen pijn. Zelfs niet als je valt. Oh. Hier kom ik! Ja! Kom maar, Knorretje. Kom dan. Ja! Boing, 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 spring maar lekker hoog. Boing, 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 tot aan de regenboog. Boing, 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 spring maar lekker hoog. Boing, 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 tot aan de regenboog. Boing, 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 spring maar lekker hoog. Boing, 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 tot aan de regenboog. Boing, 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 spring maar lekker hoog. Boing, 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 tot aan de regenboog. Oeh, jullie zullen nu wel dorst hebben. Kom maar even een lekker koel drankje halen. Nee, dank je, papa. Het is veel te leuk om te stoppen. Ja, echt veel te leuk. Weten jullie dat zeker? Want deze limonade is zo cool en verfrissend. Misschien een klein slokje. Vooruit dan maar. Ik ook. Wel jammer dat het kasteel er nu zo verlaten bij staat. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing! Oh. Oh, nee. Oh, nee. Ik heb hem lek geprikt. Gaat het wel? Moet een pleister. Dat hoeft niet, Knorretje. Dank je. Oh, wacht eens even. Misschien is een pleister toch heel handig. Echt waar? We hoeven alleen maar het gat te vinden. Volgens mij zit het ergens in het midden. Nee. Hier zit het! En hier is de pleister. Hier is de pomp. En hier is de pompkracht. Oh. Oh. Ja! Bijna klaar. Ja! Bedankt, papa. Hij is weer zo goed als nieuw. Joehoe. Als je wil, mag jij als eerste springen? Misschien moeten we hem maar even laten rusten. Ja. Moment.
Oh, zo, we zijn er. Spring er maar uit, Nijntje. Opa! Oh, hallo, Nijntje. Waar is oma? Die is druk bezig in de keuken. Oeh, ik hoop dat ze haar heerlijke perentaart maakt. Oh ja, dat is ook mijn lievelingstaart. Ik vind hem het lekkerst met vla erbij. Mm. En room is ook lekker. Ja, of met ijs. Ik geloof dat iedereen dol is op oma's perentaart, Nijntje. Hij lijkt mij ook heerlijk. Ja, mij ook. Maar ik heb hem nog nooit geproefd. Ik weet wat. Ik ga vragen of oma die voor me wilt maken. Oma! Nijntje. Komen jullie naar binnen? Nog niet. We gingen net weg. We moeten nog een paar dingetjes regelen. Kom snel terug. Doen we. Kom mee, oma. Oeh, hier heb ik echt zin in. Kunnen we vandaag uw perentaart maken? Oh nee, Nijntje. Ik ben bang van niet. Waarom niet? Omdat we geen peren hebben. Geen peren betekent geen taart. Behalve als we naar de markt gaan om er een paar te kopen. Oh, kunnen we dan nu naar de markt gaan? Alsjeblieft. Ja hoor, dat is goed. Kom maar. Hoera! Oeh. Ik vraag me af waar opa en papa naartoe zijn gegaan. Kom mee, oma. We moeten naar de markt. Verse groenten te koop, spruiten, bonen, een hele hoop. Grote vissen, kleine vissen, schelvis en platvis. Ik heb kaas, mooie kaas, jong of oud of gatenkaas. Lekker, kaas. Dat ruikt vies. Ja, maar het smaakt heerlijk. Wil je een stukje proeven? Nee, dank u. We hebben vandaag peren nodig. Dag. Dag. Ik heb vis, heerlijke vis. Koop hem hier, loop hem niet mis. Kijk, oma. Vis, vis, heerlijke vis. Wil je deze vis kopen? Nee, we maken een perentaart. Geen vistaart. Dag. Tot ziens. Dag. Ik heb groenten, ik heb fruit, appels, bananen en prei. Kom maar eens kijken, kom bij mij. Wij willen peren. Wij willen peren. Peren? Oh, wat jammer. Die zijn op. Oh. Ja, er kwam net iemand die al mijn peren heeft gekocht. En nu heb ik niets meer over. Oh. Ach, dat is ook jammer. Geen peren betekent geen perentaart. En ik wil heel graag een perentaart maken. Wil je misschien wat appels om appelflappen te maken? Ik wilde een perentaart. Oh, weet je wat, Nijntje? De volgende keer dat je komt, maken we een perentaart. Oké. Laten we naar huis gaan. Uien, knoflook, mandarijn, mango, aardbeien. Hier moet je zijn. Oh, ik hou van aardbeien. Zullen we daar een paar van kopen, oma? Natuurlijk. Een bakje aardbeien graag. Alsjeblieft. Ik weet hoe we perentaart kunnen maken zonder peren. Hoe? We maken hem met aardbeien. Een aardbeientaart? Oh, dat klinkt lekker. Maar ik hou ook veel van wortels. Laten we een worteltaart maken. Nee, een wortel- en aardbeientaart. Dat is goed. Waarom niet? We gaan iets nieuws proberen. En een bos wortelen graag. Bewaar een stukje taart voor mij. Doe me. Dank u. Oeh, oma, de taart is klaar. Oh, hij ruikt lekker. Ik ben benieuwd hoe hij smaakt. Poeh. Ik heb flinke dorst gekregen van die wandeling. Ja, en ook flinke honger. Oh, verrassing! Waar heb je al die peren vandaan? Van de markt natuurlijk. Dus jij en opa hadden al die peren gekocht? Nou, ja, om
een heerlijke berentaart mee te maken. Maar jullie hebben al een taart gemaakt. Ja, we gingen naar de markt, maar er waren geen beren meer. Iemand had ze allemaal gekocht. Oh, nee. Dus we hebben een taart gemaakt zonder beren. Een taart zonder beren? Ja, het is Nijntjes eigen recept. Een wortel en aardbeientaart. Huh? Oh, nou. Dat is een interessante combinatie. En? Heerlijk. Nog beter dan je perentaart. Ja. Goed gedaan, Nijntje. Oh. Er moet alleen nog wat vla bij. Ik zeg room. Oh. Nee, ijs. Oh. Nee, ijs is veel te koud. Maar room is veel te dun. Slagroom niet. Maar je had het niet over slagroom. Ja, maar wel over room. Wat heb jij een haast, Nijntje? Waar ga je naartoe? Naar het huis van Betje Big. Betje gaat met Knorretje en mij een wandeltocht maken. Oh, nou, dan mag je wel wat energie sparen voor al dat lopen. Maar dit is rennen. Ik heb nog genoeg energie om te lopen. Als jij het zegt, Nijntje. Ah, daar is onze laatste wandelaar. Hallo, Betje. Hoi, Nijntje. Hoi, Knorretje. Ik heb zo'n zin in onze lekkere lange wandeling. Gaan we heel erg ver lopen? Behoorlijk ver. Maar dat is juist zo leuk. Er is zoveel te zien onderweg. Waar gaan we naartoe? Waarheen we maar willen, Nijntje. Dan volgen we de kaart en zo komen we op tijd terug voor de lunch. Lunch? Waar wachten we nog op? Kom mee! Besje? Ja? Waar gaan we naar kijken op onze wandeltocht? Neem de verrekijker maar, dan kan je het zien. En Knorretje, kijk jij eens of je ziet waar we zijn op de kaart. Wauw, ik kan zo ver zien. Daar zit een vogel op een nest. Een groene rups. En Knorretje. Wat is er nog meer te zien, Betje? Van alles. Weet je wat? Ik zal wat speciale dingen bedenken die we onderweg kunnen zoeken. Oh, net als bij schat zoeken? Ja, precies, Knorretje. Even denken. Ik weet het. Een gestreept slakkenhuisje, een blad met stekels en... Een veer. Een donzige veer. Dat is een goeie, Nijntje. En ik ga al die dingen het eerste vinden. Niet als ik ze het eerst vind. Oeh. Kijk, Knorretje. Slakkenhuisjes. Oh ja. Misschien zit er wel een gestreepte bij. Gestreepte schelp. Nee, slakkenhuis. Oh. Knorretje. Oh. Oeh, oeh. Oh, net op tijd. Hou altijd je kaart vast, Knorretje. We moeten de weg naar huis terugvinden. Oeps, sorry. Maar goed dat je als eerste een gestreept slakkenhuisje hebt gevonden. Ik geloof dat ik ook weet wie er woont. Oh, kijk. Dag, kleine slak. Wat bijt het hard. Neemt u je oren proberen te vliegen. Oh. Oh. Hé, hey, wacht even, meisjes. Ik weet niet precies waar we zijn. Goed. We gingen hier naar boven, dus dan moeten we nu in de richting van... Betje! Oh. Nee, de kaart! Oh, nee! Kijk, Betje. Je hebt een blad met stekels gevonden. Ja! Oh, wat knap van mij. We hebben al een gestreept slakkenhuisje. En een blad met stekels. Maar ik ben bang dat we de kaart kwijt zijn. Die is weggewaaid. Oh nee. Zijn we dan nu verdwaald? Moeten we thuiskomen? Oh, rustig maar. We bedenken vast wel een manier om mijn huis weer te vinden. We kunnen iemand de weg vragen. Maar er is niemand om het aan te vragen. Ik weet wat. We kunnen de verrekijker gebruiken om je huis te vinden. Goed idee, Nijntje.
de kaart terug kunnen krijgen, vinden we ook de weg naar huis. Kom mee! Oh, net mis. Oh, volg die kaart. Daarheen. Oh. Ja. Hierheen. Oh. Kom mee. Meisjes, wat hebben jullie de kaart goed gevolgd? Ja, we hebben de kaart echt gevolgd. En nu zijn we weer thuis. Precies zoals Betje had gezegd. Ik hou van wandelingen. Maar ik hou ook van thuiskomen. Vooral precies op tijd voor een heerlijke picknick. Een picknick? Ja! Ja! Lekker. Wauw, je krijgt veel honger van de kaart volgen. Hey, dat is mijn aardbei. Weg, vogeltje. Oh, een veer. Ik heb een donzige veer. Die zochten we nog. Goed zo. Nu hebben we alles gevonden en ook de weg naar huis. We hoeven nog maar één ding te vinden. Wat dan? Iemand die niet tegen kittelen kan. Kittel, kittel, kittel. Kittel, kittel. Eén, twee, drie. Wat ga je met al die stenen doen, Nijntje? Voetballen. Voetballen? Kan dat niet beter met een bal dan met een steen? De steen is niet de bal. Ik maak een doel. Nina neemt haar bal mee en we gaan spelen met Daan en Knorretje. Hoi, Nijntje. Hoi, Daan. Kijk eens wat ik heb. Ik schrok ervan. Dit is mijn duveltje uit een doosje. Die is grappig. Mag ik ook eens? Ja hoor. Draai maar aan de hendel. Geweldig! Maar ik denk niet dat hij kan voetballen. Kijk uit! Zagen jullie dat schot? Hoi Nina. Hoi Nina. Hoi Nijntje. Hoi Daan. Wat zit er in die doos? Ik zal het laten zien. Wat leuk, zeg. Kom op, we gaan spelen. Woehoe, ik ga op het doel. Maar Knorretje staat graag op het doel. Ja, maar zij is er niet. We kunnen vast gaan spelen tot ze er is. Oh. Hier ben je veilig. Wow! Kijk eens hoe ver die kwam. Kom op, hij ligt daar. Ik doe mee. Nijntje. Nina. Daan. Waar zijn jullie? Oeh. Wat is dit? Oeh. Jij bent grappig. Laten we samen spelen tot ik mijn vriendjes vind. Yes! Doelpunt! Mooi doelpunt, Nijntje. Mijn duveltje uit het doosje is weg. Weet je zeker dat hij daar stond? Ja, natuurlijk. Ik had hem hier neergezet. Stil maar, Daan. We vinden het wel. We kunnen beter zoeken als we allemaal een kant op gaan. Oké? Okay? Denk je echt dat we het gaan terugvinden? Dat weet ik zeker. Vooruit. Zo.
het vlug en breng het terug. Waar is de doos heen? Achter deze steen. Waar ben je dan? Kom terug als je kan. Ik ken dat geluid. Knorretje! Kijk eens wat ik hier heb, Nijntje. Oh! Dat is het duveltje uit het doosje vandaan. Nee, het is van mij. Ik heb het gevonden. Niemand speelt daarmee. Daan had het neergelegd om te kunnen voetballen. Oh, maar ik zag dat niet. Misschien is dit een ander duveltje uit een doosje. Knorretje, het is echt dezelfde. Kijk niet zo naar mij. Oh, is het echt vandaan? Daan is heel erg verdrietig. Hij heeft overal gezocht. Oké, ik geef het terug. Misschien wil Daan nu mijn vriend niet meer zijn. Ik wilde zijn speelgoed niet afpakken. Hij begrijpt vast wel dat het een vergissing was. Ik hoop het. Ik kan het duveltje nergens vinden. Ik ook niet. Sorry, Daan. Knorretje! Je hebt mijn duveltje gevonden! Een soort van. Ik heb hem wel gevonden, maar eerst had ik hem gewoon gepakt. Het spijt me, Daan. Het was gewoon een vergissing. Knorretje wist niet dat hij van jou was. Het geeft niet, Knorretje. Ik ben heel erg blij dat ik hem weer terug heb. Oh, mag ik nog met jullie voetballen? Natuurlijk! En jij mag op het doel. Dat vind ik de leukste plek. Weet je het zeker? Ja, natuurlijk. Oh, weer, hè? Ja. Ik geloof dat het duveltje ook wel wil dat je meedoet. Waar wachten we dan nog op? We gaan voetballen. Daar komt ie. Mooie redding, Knorretje. Ja.